Obispo. FCV De Los Sprinters, Roan Davids. Flying Birds, Melvin Kersel. FC Unitas Assen, Floris Haverdings. FNV Het Twentse Ros, Travis Jansen. Rapid Wheels is hier met Jaden Drent. FCC De Vaart is hier met Ivan Grote. En als laatste voor de Missing Crosses op zijn thuisbaan, 717 Kiano van Flemmeren. Heren, succes! Oké, wie is hier al snelst vertrokken? We zien aan de binnenkant twee hele goede startmannen. En dat is Jaden Drent, denk ik, toch al snelst vertrokken. Met Van Flemmeren met zich mee. Maar ook Travis Jansen was daar heel goed weg. Dus eventjes kijken wat ze dan in de eerste toch gaan doen. Van Flemmeren schuift door naar positie nummer 2. Jansen op 3. We zien Haverings op 4. We zien Grote op 5. Davids op 6. We zien de Friese Kolf op 7. En Kerstolt is er ook nog bij op positie nummer 8. Of schuift hij dan naar voren? Dan lijkt het wel. Maar hoe is het vooraan? Wordt het nog spannend? Of is het toch Jaden Drent die nou het gaatje kan dichthouden voor Van Flemmeren daar? In ieder geval gaan ze daar. Oh, daar is het veel technischer van. Ja, of Van Flemmeren. Ja, dan gaat hij gewoon heel veel techniek meenemen. En pakt hij hier toch een aantal meter te spijt op dat Jaden stuk. Dan gaat hij dus de winst naar de open de missing passes. Met Kiano Van Flemmeren. Rent nog mee naar het podium. En de derde positie die lijkt toch naar het Twentse Ros te gaan met Travis Jansen.